Thank you, ladies and gentlemen. The first leg, it's Trina to throw first. Game on. De logische halve finale, de tweede halve finale bij de dames is die tussen Trina Golliver en Karin Krappe. Logisch, 97. Omdat het de nummer 1 en 4 van de plaatsingslijst zijn. Het had toch echt anders kunnen zijn. Krappen had heel veel moeite met Rilana Erades. Hij had vooral heel veel moeite met het vinden van de dubbels. Scorend was de betere van Rilana. 26. De dubbels liet haar vaak in de steek. En Gulliver, ja, stond 2-0 achter tegen Carla Mollema. Die leek ook te gaan winnen. Miste één dart om 3-0 voor te komen. Dat was niet zo erg. 85. Maar in leg 4 miste de Nederlandse er nog 3 om 3-1 voor te komen. En dat bleek het breekpunt in de partij te zijn. Vanaf dat moment keek Gulliver niet meer achterom. En was het de zevenvoudig wereldkampioene die die partij won. 41. Forty-five. 95. Sixty. 58. 140. Trini require 110. 110 voor Gulliver. 20 gegooid. Triple 18. Geprobeerd maar gemist. En dan naar de triple 17 toe. Dat terwijl Krappe op 89 staat. Karen, you require 89. Triple 19 voor haar. Niet gegooid. 20 voor Bullseye. Is wat ze wilde, maar dat lukt niet. Zo is het een onrustig 81. Begin van Trini deze partij. 81. Gulliver, 81. 15, 16. En Bullseye. En dat gaat er toch ruim naast. 33. Karen, you require 8. Hoe gaan de dubbels bij Krappe? Gaan die nu wel een beetje lopen. Nou, no, in ieder geval in de eerste leg vooralsnog Trini niet. Trini require 48. En dus Gulliver 48. 8. En tops. 28. Ja, ook daar wordt Karen, gemist. Karen, you require 8. Dubbel 4. Dubbel 2. Dubbel 1. No nee, score. Zelfde route, zelfde resultaat. Dubbel 10 dan voor Gulliver. Game shot. En dus uiteindelijk leg. Gulliver die de eerste leg pakt. Second leg, it's Karen to throw first. Game on. Gulliver behield dus haar eigen leg. 85. Krappe moet ervoor zorgen dat ze dat ook doet.
Vanmiddag waren de scores van prima in orde. Je ziet ook Martin Atkins, die aandachtig toeschouwer is. Forty. De Golden Girl grosseerde natuurlijk in titels al in haar carrière. 60. Alles al gewonnen, Karen meerdere Uruguay, malen. 68. Een krappe, is er ook al een flinke periode aan de top. 20 gegooid, 8 naar tops toe. 48. Ja, blijven die dubbels. En dat zal alles te maken hebben met het feit dat Krappe er een tijdje uit is geweest. Gaan we aan de rust gehouden. Nu pas weer in training voor Lakeside. 123. De dubbels het eerste wat je altijd gaat ontbreken. Game short. En de second leg. En dus Karen Crahan. Na twee legs in perfecte balans. Third leg. It's Trina to throw first. Game on. Sixty-eight. Er is nog niet al te veel vuurwerk te beleven in de partij tussen Karin Krappe en Trina Gulliver. Beide dames 30. hebben grote moeite om de vlakken te raken waar ze op mikken. 81. Het zorgt ervoor dat de aandacht ook een beetje verslapt. Niet alleen bij de dames, maar ook bij het publiek. Onrustig, veel lege plekken. 81. Dat verhoogt natuurlijk ook niet het concentratieniveau van de dames. 85. 140 brengt haar als eerste om een finish. 45. Komt weliswaar ook om een finish. Dat is wel een hele hoge. Gulliver mist de eerste triple. Gaat hem wegzetten. Naar dubbel 18 toe. Krappe een kans voor 170. Als de eerste triple mis is, dan houdt die kans op. 60. Trini gaan we kijken 36. Naar Gulliver en dubbel 18. Gulliver en dubbel 9. Game en dubbel 9 gaat erin. Trina Gulliver. Zo wint Gulliver de derde leg. Pak ze een 2-1 voorsprong. Game on. Sixty. 140 van Gulliver aan het begin van de vierde leg. 2 in voorsprong is ook voor haar. Het is Krappe die deze leg is begonnen.
100. Ergens moet de break komen van een van beide dames. Het is best of 7 legs. De eerste bij 4 is. 100. Gaat door naar de finale. De finale die zondag op het programma staat. Er worden gespeeld 45. Voor aanvang van de herenfinale. $140. Het is Krappen die als eerste op een goede finish staat. $70. Karen, you require $101. Dit is een goede leg. Triple 20 gevonden. Waar gaan we naartoe? We gaan naar dubbel 16. 69. En die wordt dan helaas gemist. Trainer, jammer. Goeie leg. Gullifer neemt de tijd. Dat doet ze altijd als ze weet dat het een belangrijk keerpunt in de wedstrijd kan zijn. En als ze deze 146 uitgooit, kan het dat ook zijn. Nou, ze mist de eerste triple 20. En dan kan ik mijn hele verhaal de prullenbak in gooien. 82. Dan is het gewoon Karen Krappen die terugkomt voor dubbel 16. En die wordt geraakt. En zo is het na 4 legs keurig weer naast elkaar 2-2. Fifth leg, it's Trina to throw first. Game on. $125. $60. Ja, dat zijn twee triples voor Gulliver die langzamerhand in de partij ook steeds beter gaat gooien. 125, 140. En 140 antwoord van Krappen. Ja, de wedstrijd is zo langzamerhand wel begonnen. En ook de andere dames die aanwezig zijn hier zien dat het beter wordt. 100. Lisa Ashton zagen we eventjes zitten. Ook zij nog in het toernooi. 140. Trini Uruqua, 136. Bij de dames na 9 darts op een finish. 83. Het is een kleine krans, Karen, maar het is wel een krans. 161. Nee, dan is de kans weg. En dan is dit ook meteen jammer van 26. De leg. Want het is meteen heel lastig. Gulliver op 53 voor de 3-2 voorsprong. Dan is ze halverwege de finale, zou je zeggen. Tops. Nog één pijl voor Trina Gulliver. En Gulliver pakt de vijfde weg. Keurig in 15 darts. En zij neemt 3-2 voorsprong. Karen to throw first. Game on. 26. De leg die Karin Krappen moet houden om niet uitgeschakeld te raken. Begint Trina Gulliver met 140 nadat Krappen met 26 was begonnen. 85. Dus is het al heel snel duidelijk dat Krappen achter Gulliver aan zal moeten in deze leg. Dat is precies ook wat Gulliver wil. 55. Vijfentachtig. Keurig netjes bijgehouden door de officials op het podium. Iedere score nauwkeurig noteren voor de spelers en speelsters. 59.
140. Ze groeien 140 van Krappe, die kan ze best gebruiken. Wat zet Gulliver daar tegenover? Hij heeft een triple nodig om op een finish te komen. Dat lukt er. 152 blijft er staan. Krappe, niet op een finish. Maar ze kan hem wel goed gaan wegzetten. Dan heeft ze een goede score nodig. 85. 80 over zo dadelijk. Tenzij Trina Gulliver 152 uitgooit. Maar die kans is nu al verkeken. En dus ziet het er goed uit voor Karin Krappe. Kan ze er 3-3 van gaan maken? Dan gaan we een beslissende zevende leg spelen. Triple 20 en dubbel 10. We beginnen met een 1, dan 13. En 28. Trina Uruquois, 97. Het is voor de wedstrijd. Trina Gulliver. Gaat zij naar de finale van de eerste Zuiderduin Masters bij de dames. 19 gegooid. Triple 18. En dubbel 12. Nee, nog niet in ieder geval. 57. Karin Krappe uit Vlissingen kan proberen het nog even te verlengen. Haar verblijf op dit podium. Dubbel 8 zal dan moeten gegooid worden. 36. Maar die wordt niet gegooid. Trina, you require 40. Dan wordt het afwachten. Afwachten voor Krappe, wat er gaat gebeuren. Gulliver op tops. Dat is een goede marker. En die gaat eronder. Dan moet ze naar de dubbel 10 toe. Game. En de dubbel 10 wordt wel gegooid door Trina Gulliver. En zo wordt ook Karin Krappe uitgeschakeld op de Zuiderduin Masters 2008. Gulliver gaat naar de finale na een 4-2 overwinning.